eigenlijk. Deze namiddag moet ik gaan werken. Wat? Wel weer? Ja. Stap helemaal links. Ga helemaal rechts. Zijn er veel met manje. Stap helemaal links. Ja. We zijn hier samen omdat 40 jaar geleden, lang voor mijn tijd nog, een ongeval gebeurd is tijdens de koers. Die in de naam van onze club van de Zonnestraal werd georganiseerd. We zitten hier op het fatale plaatsje. En we hebben dan te gepaste tijden natuurlijk ook hulde gebracht. Net zoals vandaag. En ik stel voor dat onze voorzitter Karel Wouter, die er toen ook al bij was, de bloemen neerlegt nog eens bij het monument. Dank u wel. Misschien nog een klein woordje van Mark, de schepen van Roeselaren. Meneer de burgemeester, beste familieleden, Annie, beste oud-matters, wielrenners, beste sympathisanten van Leu, Reti en omgeving. Het is voor ons als Roeselaarnaars, ik wil bijna zeggen, een grote eer dat we hier mogen komen. Het is een moment van bezinning, zou ik zeggen, maar dat jullie hier iemand vanuit het verre West-Vlaanderen nog altijd jaarlijks zo indachtig zijn en in feite bijna dankbaar zijn voor hetgeen hij gedaan heeft, maar de Hansen voor onze Hanse maatschappij mogen zijn, voor ons klein Belgenland. We wisten dat Jean-Pierre een hele grote zoon geworden zijn, maar dat hij hier zo absoluut dramatisch wezen. En dat jullie dat nog jaarlijks herinnering brengen, vinden wij als Roeselaar een grote eer. En het is dan ook zo, wanneer er iets te doen is, moet Jean-Pierre hier en hier, zullen we altijd proberen.
Dankjewel Mark. En ik zou iedereen willen bedanken die hier was voor dit korte, maar toch een serene moment van herdenking van iemand die veel te vroeg van ons is ingegaan. Dankjewel en misschien tot een volgend wielermoment. Ik heb er weinig mee.